Frederik, ik voel me eigenlijk hier momenteel als een kind in een spelergroepwinkel, maar dan waar dat alles eetbaar is. Ja, dat is hier mijn speeltuin. Oké, je komt hier elke dag spelen, het is mijn kaartjes. En ik ben blij dat ik hier mag komen spelen. Ja, ik ben blij dat je komt spelen, dat ik een goede speel kan behouden. Ja. Nee, hier liggen de kaartjes te raven. Hè. Ik heb hier een voorbeeldje. De Vacherin Mondor uit de Jura in Frankrijk. Seizoenskaas wordt alleen van wintermelk gemaakt. Dus je kunt echt mooi het schoenmelk, dus gewoon met een lepel koud eten of ook super lekker in de oven. Waar is de lepel? Ja, de lepel nemen we straks. Ja. Moet even wachten met de proeven. Ja, hè. Straks gaan we proeven. De zaken niet voorlopen. Hè. Ik zal eerst even kort met het licht doen. Ook in de oven heel lekker wel met een aardappeltje in de schil, een beetje gedroogde ham erbij. Echt een winterse maaltijd. Kunnen we er nog een goede stevige pint op drinken, want het is een goede fond. Een heel goede combinatie. Frederik, ik ga straks iets lekkers kopen. We gaan het de linker over doen, hè? En ik hoop dat jij een paar schoonkeersjes kunt meenemen waar we iets heel plezierigs mee kunnen gaan brouwen. Ik heb iets voor met de koken. Ik denk, ik weet niet, ja. Mijn herven. Herven, hè? Een lekkere pittige stinker. Ja, dat zijn geweldig. De laatste rauwmelkse hervenkaas nog gemaakt in België. Het is ook de enige kaas die dat de appellatie heeft, dus de AOP. Dus de gewassen korst, die korst wordt gewassen met peper, pak hem gerust even aan. Hè, want in de verpakking dan kun je misschien nog niet weten wat je ermee wilt gaan doen. Dus deze is de zachte, we hebben ook een pikante, maar ik denk dat die te overheersend wordt om deze te koken. En, ja. Hij is nog koud, wacht tot dat hij is koud, temperatuur is, dan gaat hem echt beginnen ruiken. Het is een zalige keer. Hij stinkt ongelooflijk, maar ja. Mokt ongelooflijk. Ja, wat zou je ermee willen gaan doen? Er ligt al eens een tipje van. Ja, ik heb een idee, omdat we gaan niet al te zotte dingen doen met de kaas. En, we moeten dat in ere houden. Ik vind die smaken die moeten bewaren. Maar er zijn wel een paar combinaties die we kunnen gaan creëren. En ik zit te denken, normaal is altijd kaas en stokbrood en zo. Maar ik denk dat ik iets ga maken met een wrap. Dus zo'n platte pannenkoek is dat. En ik denk dat ik hem. Dat we daar een RV kaas in gaan doen. Dan gaan we met knoflook werken en olijfolie. We gaan daar een rucola melange tussen hangen. Maar dat zijn heel schone hapjes voor bijvoorbeeld een amuse of een appetizer of in ieder geval bij een bierkin of zo. Maar dat is ook heel rap gemaakt. Je hebt er helemaal zin in. Ik ook. Wat mij betreft kunnen we eigenlijk al beginnen. Ja, je hebt nog een klassieker. Zin het. Klassieker Roquefort, blauw schimmel, lekker ook weer. We gaan vandaag serieus wat frietjes steken. Ik heb er helemaal goesting in en ik denk dat ik hier een pasta mee ga maken. Een goede pasta met roquefort saus, ook flink. Roquefort, er zijn veel mensen dat niet weten, maar roquefort is altijd van schapenmelk. Dus daarom dat ook zo specifiek is van smaak. Rijpt in de kelders van roquefort, in de grotten. Dus dat is verplicht door de appellatie. Ja. Het is fantastisch dankbare kaas ook weer met de roquefort. Is dat nu dat verhaal waar van die schapenherder die net door een stuk kaas had meegenomen, door in die grot is gaan schuilen. En dan op een gegeven moment, dat kaas die had hij meegenomen had en laten liggen, en daar is een bepaalde schimmel in gekomen dat hij ook voor kaas maakt. Eigenlijk is door het schimmelen van broden, van die grote, en dat gebeurt ook, er zijn nog een paar roquefort-producenten, de artisanaal die dat doen, die pakken grote roggebroden, die dat ze laten schimmelen, gaan ze vermalen en daar voegen ze toe aan die melk. En dat was eigenlijk die op die manier, ja. Dus die gaan niet meer naar die grot. Ja, hij gaat wel, want het is verplicht dat die raven hier ook voor. Dus het grote verhaal is ook waar. Ja. Ja, de combinatie van verschillende factoren.